Als merk ben je een persoonlijkheid. Anders heb je geen bestaansrecht. Wie jouw merk is, maakt dat mensen bij je willen kopen en terugkeren. En dat vertaalt zich letterlijk ook door naar een tone of voice. En dat is de stem waarmee je praat. Maar hoe zorg je ervoor dat je tone of voice consequent wordt gebruikt? Welkom bij De Drie, waar we je elke aflevering 3 tips en tricks geven om jouw webteksten te verbeteren. Ik ben Suzanne van Copy Robin en of jij nou een ondernemer of marketeer bent, het is mijn missie om jou te helpen bij het schrijven van betere teksten. Tip 1. Maak een huisstijlhandboek. Een huisstijlhandboek legt de richtlijnen vast voor de persoonlijkheid en het taalgebruik van jouw merk. Benoem hierin ook concrete zinnen als voorbeeld hoe het wel moet en hoe het niet moet. Maak je dit handboek en deel je deze met iedereen die wel eens content maakt binnen jouw bedrijf? Dan zorg je ervoor dat iedereen dezelfde richtlijnen volgt. En zo ontstaat er geen verwarring over wat er wel en niet bij je merk past. En ook als je ooit externe copywriters inhuurt die jouw merk nog niet kennen, ben je verzekerd van een consistente doorvoering van jouw tone of voice. Tip 2. Houd een persona in gedachten. Een persona is een al dan niet fictief karakter dat jouw ideale doelgroep representeert. Dit kan ook een bestaande klant zijn. Door een persona te creëren heb je een beter beeld van voor wie jij schrijft. Dit kan helpen om de juiste tone of voice te vinden. Stel jezelf bijvoorbeeld de vragen: spreek ik formeel of informeel tegen deze persoon? Kan ik grapjes maken of een beetje sarcasme gebruiken? Houdt deze persoon van storytelling of hebben ze een voorkeur voor teksten die recht toe recht aan zijn? Door deze vraag te beantwoorden kun jij de tone of voice op je doelgroep laten aansluiten. Tip 3. Laat een vaste groep schrijvers een laatste check doen. En ja, het is lastig om je eigen teksten te beoordelen op de juiste tone of voice. Laat daarom een vaste groep schrijvers een laatste check doen voordat de tekst gepubliceerd wordt. Deze groep bestaat vaak uit collega's of medewerkers die bekend zijn met de tone of voice van jouw merk. Nog heel even een snelle herhaling. 1. Maak een huisstijlhandboek. 2. Hou je persona in gedachten. En 3. Laat een vast groepje schrijvers een laatste check doen. Dat waren de 3 van deze keer. Nu jij. Zorg voor een consistente tone of voice en just hit publish. Elke dag kun jij een betere versie van jezelf worden. En daar hoort het verbeteren van je schrijfskills natuurlijk ook bij. Abonneer je daarom op De 3 en mis nooit meer een aflevering vol webcopy tips en tricks.